moet ik zeggen, onder andere helden die ook gestopt zijn. We hebben het gehad over dat het leuk is als jullie allemaal vragen aan Georgina kunnen stellen. Maar misschien wil je heel kort even vertellen hoe het met je gaat. Want jij bent ook op 1 oktober gestopt. Nou, eigenlijk wel goed nu. Het is wel al ongeveer mijn tiende keer dat ik stop of zo. Ik ben 1 keer 2 jaar gestopt, 1 keer 1 jaar toen ik zwanger was. Maar toen rookte ik na een paar maanden alweer. Dan voelde ik me al super schuldig als ik van het balkon kwam en dan me snel mijn handen wassen en dan dat schone babytje. Dus, nou ja. Maar ook daarna nog eens 2 jaar gestopt. En nu dan weer. En ik weet wel dat ik dus heel goed ben in stoppen. Maar het volhouden dat het gewoon het niet meer roken gedeelte is, vaak een beetje een uitdaging. Maar ik vond het, wat was het? Woensdag. Het was de tweede dag. Ja, toen had ik het wel een beetje moeilijk. Toen was ik heel boos over alles eigenlijk. Maar nu gaat het wel weer. Ja. Ik hoopte met jullie. Waren jullie ook boos misschien? Heel boos. Ja? Oh, gelukkig. Nee? Nee. Oh, jammer. Nee, ik ben helemaal niet boos. Was het heel erg? Ja. Oh. Ja. Ik wilde iedereen vermoorden en ik wilde mezelf in de galg vervangen. Oh, dat is echt heel erg herkenbaar wel. Ja, ja. Oh, gelukkig. Oh, fijn. En nog meer mensen wel die zichzelf en anderen wilden ophangen? Vooral anderen. Oh, oké. Ja, ze waren wel heel erg licht geraakt hoor. Maar vooral de tweede en derde dag. Ja. Dan waren er... Ze vonden, er was van alles aan de hand. Er werd geprojecteerd op van alles en op elkaar. En dat je bent met iets heel goeds bezig. Maar dat hoort, hebben we ook uitgelegd bij rouw. Hè? Want je vriendje die er altijd voor je is. Mm. Verveling, momentje voor jezelf, troost. Ja, dat doet pijn als hij er niet meer is. Dus daar word je boos van. Maar je kan ook zeggen, van als ik pijn heb, het doet pijn om te stoppen. En dan voel ik me boos en verdrietig. En ik wil op iedereen slaan. Maar je kan ook denken, als ik pijn heb, moet iedereen daar last van hebben. Dus ook daarin, ook daarin kan je zeggen, dat doe ik niet. Dat doe ik gewoon niet. Ja, maar dat was dus altijd opgelost door te gaan roken. Dat is daar, in die zin was roken altijd een oplossing. Even uit de situatie stappen, even naar buiten. Even iets zelfdestructiefs doen. Dat is natuurlijk ook een grote aantrekking wat mij betreft van roken. Dus als je dat dan niet hebt, dan moet je dus iets anders bedenken of zo. Dus ik ben nu heel hard gaan sporten. Dus dat... Dat schijnt gezond te zijn, maar dat voelt niet zo. Dus, ja. Hey, en waarom... ik mag het met je over het roken hebben, neem ik aan, want je bent er daarvoor. Waarom rookte je? Wat gaf het jou? Ja, dat is raar. Waarom rook je? Ja, ik kom uit een geslacht van rokers. Dat helpt ook niet echt. Dus mijn moeder rookte, mijn vader rookte. Er werd gerookt in de auto. Onderweg naar Frankrijk. En dan zeiden ze altijd, wat is dat kind wel aangeziek? En dan zaten ze daar met Caballero zonder filter, met de ramen dicht. Want er zaten dan handdoekjes tussen tegen de zon en zo. Dus dus ik rook eigenlijk mijn hele leven al. en op mijn 12e ben ik denk ik begonnen... Toen ging ik naar de middelbare school en toen was het echt een bewuste keus van... Ja, ik werd gepest op de basisschool. Toen dacht ik, ik ga een imago aanmeten. En ik, I'm not to be fucked with. En ik rook gewoon en ik ben cool. En het kostte me echt moeite, want ik stikte natuurlijk bijna de eerste keer dat ik inhaleerde. Ik weet het nog heel goed. Ik was bij mijn tante thuis met mijn nichtje. Ja, dus ik denk 1 jaar of 12. Ja, zoiets. Mm-hmm. Dus vanaf mijn 12e rook ik een beetje sporadisch en vanaf mijn 14e echt non-stop. Ja, dus je rookt omdat en ik word nu 40 en met een paar pauzetjes. Je rookt omdat je ouders rookten, omdat iedereen rookte, dat je in de auto altijd werd meegerookt. En daarna ging je roken om cool te zijn, om fuck it all te doen. Ja. En waarom rookte je de laatste jaren nog? Was dat om diezelfde reden of had je andere reden om te roken? Ik haatte roken. Ik haat roken al jaren. Echt verschrikkelijk. Bij elke sigaret dacht ik aan de dood en aan longkanker en aan mondkanker en aan keelkanker en aan longemfyseem en stikken en met een karretje lopen en zo. En dan stak ik er nog één op van de stress, zeg maar. Dus dan zit je in zo'n cirkeltje waar je niet meer uitkomt. En dan haat je jezelf. En dan ga je ook weer roken. Dus je moet er even uit. Zo, daarom is dit denk ik goed. Als je in zo'n huis zit waar je niet uit kan. Maar je rookte dus de laatste jaren vanwege de stress, van de angst wat je ervan kon krijgen. Ja, ook. Maar ook omdat het een gewoonte is. En omdat het, ik weet niet. Het is iets te doen. Ik ben een zenuwachtig mens. En roken... Ja, dat is gewoon iets om te doen.
En ik ben ook niet zo super sociaal, dus je kan altijd alle sociale situaties uit om te gaan roken. En er gingen ook steeds minder mensen mee. Ik dacht dat alleen de leuke mensen blijven over buiten. Dus je schept er ook nog een soort trots in. Nou, die leuke mensen zitten nu hier allemaal. ik weet niet. Ja, het zijn ook allemaal leugens die je jezelf vertelt natuurlijk. Nou, een leugen is denk ik dat daar een bewustzijn op zit. Het gaat onbewust, hè. We noemen het hier gedachtenkronkels. Okay. Maar het belangrijke is dat je weet, je doet het vanwege stress, vanwege angst, vanwege een beetje rustig zijn, omdat je niet sociaal wil, een momentje voor jezelf, een beloningsmomentje. Beloning, ja. Ja, voor zo'n beetje alles. Voor een beetje alles. Dus als je dat kwijtraakt, dat neem je niet zomaar af. Nee, daar had ik inderdaad de tweede dag wel heel erg last van, ja. En nog steeds nu ook na het eten denk ik, hadden we het er even over. Nee, heb ik gegeten en denk ik, moet ik nou meteen de vaatwasser gaan inruimen? Ik wil eigenlijk eerst nog even iets voor mezelf doen of zo. En dat moment mis je nu, dus je hebt heel veel tijd over waar je dan een beetje met jezelf zit. Dat is wel even gek. Ja. En als je nu op een schaal tussen 0 en 10 zou moeten zeggen, hoe graag je gestopt blijft? 10. Ja, want ik haat het elke keer als ik weer begin. Dan denk ik, dan ben ik er weer ingevallen. Het is echt alles of niets. Ja. Of ik rook me helemaal dood, of ik rook niet. Dus waarschijnlijk ga ik ook iedereen vertellen dat ze niet moeten roken. Anders ga ik vast weer roken. Ja. Dus de belangrijkste reden, motivatie is een 10. Dus super hoog. Ja. En wat maakt het nou dat het al een 10 is? Je haat roken, maar wat maakt het nou echt dat het zo'n hoge motivatie is? Omdat je jezelf er zo. Ik ging mezelf er zo van haten dat ik toch weer deed. Dus je wil dat niet. En ik wil niet ziek worden. Als het alleen zou stinken, dan zou ik er gewoon mee doorgaan. Maar. Dus het belangrijkste is dat je niet ziek wil worden? Ja, voor mijn dochter. Voor je dochter? Ja, ik heb een dochter van bijna 9. Ik zou het echt heel stom vinden. Bijna elke sigaret dacht ik ook, straks staat ze aan mijn sterfbed. En dan heb ik bij elke sigaret daar wel aan gedacht, maar toch gewoon opgerookt. Ja. Dat zou ik echt heel stom vinden. Ja. 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 Ja, dus als ik het zo hoor, heb je aan de ene kant heel veel redenen om te roken. Hè, het is een heel rijtje van 10 dingen, van de stress en een momentje voor jezelf en rust en beloning en angst voor de ziektes, waardoor je nog meer stress krijgt. En tegelijkertijd wil je heel graag stoppen met roken, omdat je zo bang om ziek te worden en dat je dochter eventueel in de steek zou kunnen laten. Ja, maar ook omdat ik geen zin meer heb om een slaaf te zijn van sigaretten. Want dan ben je de hele dag mee bezig en het slaat echt nergens op. Ja. De hele dag stress over sigaretten en of je kan roken, of het nog even kan en of je ze nog kan kopen. En dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is ook wel lekker als je dat niet meer hebt. Dus vrij zijn. Ja, vrij zijn. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat het gewoon even een. We hebben het gisteravond een beetje zo'n gesprek gehad. Maar misschien zijn er vragen die jullie willen stellen op dit moment. Ja? Okay. Soms zie ik je ook wel eens roken in een serie, weet je. Stel je voor dat je nu weer in het schaap. Want in het schaap rookt hier bijvoorbeeld. Stel je nou voor dat je nu weer opnieuw gekast wordt voor het schaap. Zou je dan zeggen van nou, ik wil Lena niet meer laten roken? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, want ik heb dit al wel eens aan de hand gehad toen ik gestopt was. Maar toen was ik ineens toch weer begonnen. Toen had ik al. Voor een rol in Klem was dat. Wilden ze me eerst laten roken. Toen was ik gestopt. Toen zei ik nee, dat ga ik niet doen. Maar toen ben ik alsnog tijdens de serie weer begonnen met roken. Maar mijn rol rookt dan weer niet in de serie. Ja. Maar ik zou nu geen rol meer aannemen die rookt. Je hebt wel van die kruidensigaretten, maar dan. Ja, die roken heel anders op. En voor je het weet zit je dan toch weer echte sigaretten te roken. Want je hebt geen acteursigaretten bijvoorbeeld. Ja, die zijn er wel. Ja, die zijn er wel. Ja, die stinken heel erg. Nog erger dan echte sigaretten. Ik zit ook aan de whisky, weet je? Maar ik denk toch dat ik dat niet zou doen even. Nee. Okay. Nee. Nee. Iemand anders? Als je nu, we moesten vanmorgen op een lijn gaan staan tussen hoeveel kans je denkt dat je het dit keer kan volhouden. En 0% is nou kansloos dat ik het een jaar volhoud. En daar is 100% is, ik weet zeker dat ik dit keer een jaar volhoud. Waar zit je nu?
Levenslang. Oh, levenslang. Volhard. Nou, jeetje. Niet te lang. Of een jaar? Mogen we een jaar vooruit? Komende jaar. Want aankomende maand is sowieso, gaat wel lukken, denk ik. Absoluut, want dat moet. Maar een jaar, ja, dan zit ik ongeveer hier, denk ik. Niet helemaal daar. Ik denk, ja, het is vaak na een maand of zeven dat je denkt, nu gaat het wel weer. Ja. En dan dat je dan de fout ingaat op een feestje of zo. Althans, dat is me nu vaak gebeurd. Ja, en dus je geeft het een cijfer, zeg maar een 8, daar een beetje. Ja. Zelfvertrouwen dat het je dit jaar ook lukt om het een jaar vol te houden. Ja, ik denk zelfs misschien wel iets meer, maar... Oh, en wat maakt dat het zelfvertrouwen zo groot is, dat het je dit keer... Oh, omdat ik het gevoel heb dat het alles of niets is. Dat als ik het nu niet doe, dat ik er dan aan dood ga. Ja. Tenminste, dat denk ik dan wel. Ja. En waarom is dit het moment van alles of niets en niet... Volgend jaar? Nou ja, omdat het nu ook vrij publiekelijk is. En dat vind ik, dat is, voelt een beetje als een soort laatste strohalm. Ik denk, nou, ik kan nu echt nergens een sigaret opsteken. Want dan ja, beginnen mensen er ook. Mensen beginnen er nu al over. En ik vind dat wel, en dat blijft misschien ook, dat gaat nog wel even door. Dus dat is wel een goede stok achter de deur, denk ik. En heb je een plan gemaakt als je nu weer op een, je komt op een feestje over 8 maanden. Je hebt echt de allergrootste prijzen gewonnen voor weet ik veel welke film. Noem maar wat. Super, champagne, alles leuk. En iedereen staat te roken. Wat doe je? Nou, nee, dan ga ik het niet doen. Nee. Ja, maar dat hebben jullie natuurlijk ook. Want iedereen weet dat jullie in dit huis zitten nu. Jullie kunnen ook niet de komende maand kom je thuis. Als je dan zit. Mensen denken dan, ja, wat heb je nou gedaan? Heb je dat toch, je hebt dat toch gezeten? Dat is toch zonde? Ja, dat is wel goed, toch? Ja. Want hoe zien jullie dat over... Ah, ja. Ja, om de route nemen, dat zie je niet meer zien, nee. Ik wil proberen te stoppen, denk ik. Vol blijven houden, ja. Ja. Ah, ja, met de hond lopen, dat is natuurlijk ook, ja, dat is natuurlijk een classic. Dat is een lekker stukje om te roken hier. Ja, precies. Dus die gaat daar niet meer niet meer uit, denk ik. Nee, ja, meer balletjes gooien. Hondenuitlaatservice. Ja, oh ja. En hoe helpt jouw dochter jou? Nou ja, ik heb het altijd verborgen gehouden voor haar. En nu zo sinds deze zomer gingen we op vakantie. Toen dacht ik, ja, ik ga nou niet weer een hele vakantie. Want ze werd ook steeds ouder. Ik stond dan vaak achter een struik. Zei ik, ga maar met die kindjes spelen. En dan stond ik achter een struik te roken, stiekem. Maar dus ik dacht, ja, ze wordt steeds groter. En ja, als ik dan betrapt word, dan is het... Ja, ik voelde me ook een leugenaar. Dat en ik rook. En dus ik dacht ook wel eens, ze kan nog niet helemaal gek zijn. Maar dat ruikt ze toch? Dus het was ook een beetje zoiets waar we het dan niet over hadden. Dus nu gingen we op vakantie. En ik dacht, ja, in oktober doe ik mee. En stoptober, het is nu toch te laat. Ik zei, nou ja, heel stom. Op het vliegveld was dat ik zei, weet je wat dit zijn? Ja, sigaretten. Ja, ik rook dus. Ja, dat dacht ik wel. Oké. Okay. Ja, ik zei, ja, dus dan weet je dat. Dan zou je me wel eens zien roken. Dus, maar ja, toen heb ik me ook wel heel erg geschaamd. Omdat ze me dat op vakantie wel heeft zien doen. Vond het toch wel, soms keek ze zo naar zo'n asbak. En dacht ik, zo met zo'n vies gezicht. En dus moet wel... Maar hoe helpt ze je nu? Nu, ja, niet echt eigenlijk. Ik zei laatst, eergisteren was ik wel heel erg kribbig over alles. Ze zei, jeetje, ik doe helemaal niks goed vandaag. Ik zei, sorry, het ligt aan mij. Maar het komt door het stoppen met roken. Zei ze, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dus nee, dat is ook zo. Dus nou ja, maar het was een dagje. Dus, ja. Ja. Soms helpt het wel als je kinderen... Je doet het heel groot deel voor haar. Ja. En ja, uit liefde dus. Ja. Dus het helpt heel erg om haar om dat te zeggen tegen haar. Ja. Dat het een, ja, dat het heel vervelend is dat je dat al die jaren deed, maar dat je dat echt nu niet meer wil voor haar. Ja. En dat of zij je alsjeblieft wil helpen en belonen. Okay. Omdat het niet zo makkelijk is. En want roken, dat maakt een stofje vrij wat heel erg verstaat voor beloning. Ja. Prettig en leuk is. En dat is allemaal weg. Ja. En als je dochter voor wie het uiteindelijk heel belangrijk doet, jou kan helpen om jou te belonen. Je zegt gewoon, dat vind ik zo fijn als je dat zou doen. Oh ja. Maakt me niet uit, dat kan zij wel invullen. Maar dat zou heel fijn zijn. Ja, precies. Ja, ze stond vanochtend wel al heel snel klaar met de schoenen en de jas en zo aan. Dus ik weet niet of dat was omdat ik de dag ervoor zo kribbig was. Maar dat was in elk geval was fijn. Daar word ik er wel voor bedankt. Maar ja, ik zal het zeggen. Ja, haar bedanken voor dat zij dat het door haar ook komt. En ook weer vragen om belonen. Dat geeft een enorme versterking van de motivatie. Ja, ze haat roken echt hoor. Ja, ik vind het ook echt heel goor. Ja. Dus, En welke sporten doe je nu? Ik ga gewoon naar de sportschool en dan doe ik zo'n lesje in een klasje. Een beetje wat er om 9:30 kan of om tijd dat ik kan. Bodypump of van die aerobics.
klasjes. Ik weet het ook niet. Body combat. Ik vroeg me eigenlijk nog af, hè, want iedereen hier, jullie hebben allemaal 5 dagen heel veel coaching en motivatie en dergelijke gehad. Als jullie Georgina nou horen, hebben jullie nog een tip? Wanda heeft natuurlijk ook al heel veel tips gegeven, maar heb je nog iets van, nou, maar dit hebben wij, dit is volgens mij iets wat we je nog even willen meegeven. Jongens, het kan toch niet zijn dat er niks is? Ja. Ja, wat wij hier wel, een woord dat veel gevallen is, is het ontkoppelen. En dat zijn eigenlijk al die momentjes die aan een sigaret gekoppeld waren. En die ben ik in ieder geval ontzettend veel tegengekomen. Ik zei het net ook tegen van het feestje van gisteren. Dat is zo gewend. En dan om al die dingen die moet ik ontkoppelen. En dat is ook wel een tip. Als ik een tip zou moeten meegeven, je zal ze vast wel herkennen. Dat je ze ook echt gaat ontkoppelen. En wat wij dan geleerd hebben hier, dat na 2 weken zo'n beetje wat makkelijker gaat worden. En wat is ontkoppelen dan precies? Wat moet ik dan doen? Dat de momenten herken? Of? Ja, nou, bijvoorbeeld een aansteker. En die ligt daar. En jouw hersens zien dat. En die denken, waar een aansteker is ook dat sigaretje. Waar het sigaretje is mijn momentje weer. Mm. Hoe noemden ze dat? Pavlov? Pavlov. Op een gegeven moment kan je dat wel gaan herkennen. Ja, van oké, die aansteker, die moet ik niet bij me hebben. Die moet weg. En die asbak wil ik niet zien. En ik wil mijn rokende vrienden niet zien. En, precies. Nee, precies. Ja. En, maar ook bijvoorbeeld televisie. Ja. Wanneer dan begint de reclameblok. Ja. Dat is het moment om even snel de keuken of het balkon op te vliegen. En, ja, of ook al die series. Ik heb heel veel zin in The Crown nu weer. Maar daar wordt wat in afgerookt. Dan zie je ze weer roken. En dan... Oh, ja. Ja. Ah ja, ja, precies. Ja, dat wordt nog wat. Maar... ik vond het zelf ook ontzettend moeilijk hoor, om dan wat anders te gaan verzinnen op zo'n moment. En ik heb ontzettend veel van, sowieso al 20, want 20 sigaretten in een pakje per dag. 20 momenten per dag dat ik moet ontkoppelen. Mm-hmm. Ja. Hoe heb jij dat gedaan afgelopen week? Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb gewoon niet gerookt. Ik heb heel veel gesnoept wel. Maar ik dacht, dat mag wel de eerste week. Ik had heel veel honger, dus ik heb heel veel brood ook gegeten. Gewoon boterhammen. en ook nog wel wat gesnoept. Maar nu gaat het al wel weer. En ik probeer heel veel thee te drinken, want dat had ik gelezen. En mensen riepen dat je moet wortels eten en thee drinken. Maar wortels eten vind ik echt heel saai. Dus dat is ons nog niet gelukt. Maar mandarijnen, dacht ik, is ook oranje. Maar... die heb je wel te pulken. Ja, je kan hem pellen en zo, of schillen, of hoe heet dat. En dan alle velletjes eraf trekken, dan heb je wat te doen. Ja, dat is echt wel goed. Mandarijnen zijn wel goed. Ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik weet niet. Ik moest gelukkig hard werken wel. Alleen, dat is precies op mijn werk heb je ook heel vaak dat je moet wachten. En dan staan er wel wat mensen, steeds minder, ook te roken. Maar dat vond ik gelukkig wel meteen al heel erg stinken. Dus dacht ik, oh ja, dat hoef ik nu niet meer. Dacht ik, oh ja, zo stond ik. Ik had er waarschijnlijk al 5 op gehad nu. En dat scheelt toch. Het scheelt ook dat je niet meer zo deed en denkt van, oh, ik stink heel erg naar rook. In die zin is het eigenlijk wel fijn. Ja. Ja, waar we het hier heel erg over gehad hebben de hele week, is dat je... Zeg maar, je kan jezelf zien als een ruiter die op een paard zit. Mm. En je ruiter is een klein vrouwtje. Dat kan je gelijkstellen aan je voornemen, je plan om te gaan stoppen met roken. En als je een ruiter, als je een goede ruiter bent, je wil goede, mooie sprongen maken, dan moet je fit zijn, helder zijn en een plan hebben. Anders kom je niet over al die dingen heen. Tegelijkertijd is het paard een onwaarschijnlijk groot wild beest. En dat is je onbewuste, waar je helemaal geen vat op hebt eigenlijk. Ja. Dus je moet die ruiter zo sterk mogelijk maken om te zorgen dat je onbewuste, die Pavlovs, die koppelingen, niet met je aan de haal gaan. Nou, hoe maak je een ruiter sterk? Is dat je kennis hebt, een plan hebt, voorbereid bent over 8 maanden op dat borreltje, dat feestje. Het overvalt je nooit meer, want je weet, 's avonds heb ik een feest. Wat ga ik doen als er gerookt wordt? Hoe kan je die ruiter sterk maken? Nou, als een ruiter heel dronken wordt, valt hij meestal van zijn paard. Ja. Dus dat weet je ook met stoppen met roken. Als je heel dronken wordt, dan denk je, nou, ik ga roken. Dus de onbewuste denkt alles maar roken. Nee. Dus hoe maak je je ruiter, dat bewustzijn wat heel klein is, zo sterk mogelijk,
om te zorgen dat je onbewuste op een onbewaakt moment, wanneer je moe bent, boos bent, denkt van fuck it all, ik ga gewoon roken nu. En dat is dat ruiter te paard idee. Nou, maar eens kijken hoe we die sterk kunnen maken. Ja. Zijn er nog meer tips? Ja? Ja. Eén tip voor de toekomst, de verre toekomst, voorbij dit ene jaar, wat je zeker gaat halen, is de vraag die je aan jezelf kan stellen nu. Wanneer zou je weer mogen roken? Oh, als ik 85 ben? Prima. Ja. Zijn er nog andere omstandigheden? Ja, het stoppen met roken doe je voor de toekomst, als er geen toekomst meer is, omdat je 85 bent, of omdat, ik noem maar wat, ergens geval een dokter net tegen je gezegd heeft, sorry, maar je hebt nog maar 3 maanden te leven. Maar als de Russen binnenvallen, bijvoorbeeld, of je huis brandt af. Oh, wauw. Of, nou ja, als het ineens oorlog is, dan is het waarschijnlijk moeilijk aan sigaretten komen. Als ik dan een pakje heb, dan rook ik ze op, denk ik. Nee. Zou dat de boel... Ja, het is nee, handig dat is om, niet handig. Nee. Nee, het is handig om nu na te denken. Dat is mijn tip. Ja. Over het moet klaar zijn. Gewoon. Wanneer het weer, wel weer zou mogen. Nou, een heel helder antwoord als ik 85 ben. Ja. Maar dat betekent dat alle andere omstandigheden... Dus je huis brandt af, je dochter loopt weg. Verzin maar allerlei drama's. Ja, dan niet. Dan niet. Dus dan hoef je in al die situaties niet meer na te denken. Want je hebt besluit nu al genomen. Ja, precies. Dat is wel goed. Als je heel emotioneel bent, omdat je huis afgebrand is en je dochter is weggelopen, et cetera, dan kan je niet van jezelf verwachten dat je kan nadenken. Mm. Nadenken doe je nu. Nou ja, ja. Nou, helder, dat is wel een goeie, ja. 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 Ja, en de kans dat je 85 wordt, is vanaf heden ook zeer sterk toegenomen. Oh, dat is wel fijn. Ja, mag wel alleen maar hopen, inderdaad. Ja. Ben je vaak bang dat je ziek wordt? Ja. Heb je dat altijd al gehad? Ja, dat heb ik sowieso. Dat heb ik op alle vlakken. Maar dat roken helpt natuurlijk helemaal niet dan. Nee, omdat mensen er ziek van worden natuurlijk. Dus ja. Ja. Zijn er meer mensen die bang zijn om ziek te worden? Die dat echt de hele dag, dat het vaak zo is? Nou, vertel. Ik heb een heel goed voorbeeld. Ik was heel erg ziek. En dat heeft mij ook doen besluiten om te stoppen met roken. Dus ik ga ook niet meer roken. Nee. Omdat geen beding. Ja. Nou, ik zat in een scootmobiel en daar ben ik dus ook uit. Dus daar wil ik ook niet meer in. Nee, natuurlijk niet. Dat is motivatie genoeg. Ja. Ja. Wat goed. Nee, maar dat zijn de echte dingen. Dat is, Als je ziek wordt, dat is precies waar jij het over hebt. Dat je bang bent om ziek te worden. Ja. Nou, ik ben ziek geworden. Dus ik ben het voorbeeld dan maar. En dat heeft mij dus doen besluiten om het echt niet meer te doen. En ik doe het ook echt niet meer. Nee. Nee. Heel goed. Ja. Ja. Dus word me niet ziek. Nee, zeker niet. Nee. Liever niet. Volgens mij moet jij een beetje zo weggaan. Dus ik weet niet, want je hebt een volgende afspraak. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Nee? Nou. Welke film, waar ben je mee bezig? Want je had heel hard... Dat ben ik wel benieuwd naar wat je aan het doen bent. Ja, Buiten is het feest is een film. Die heb ik net... gisteren was de rap party. Maar dat is een film gebaseerd op een boek van Arthur Chapin. En dat boek is weer gebaseerd op het levensverhaal van Karen Bloemen. Het is heel heftig. Ja, het is niet een hele vrolijke film. Maar hopelijk wel een mooie. met Abby Hoes, Eelco Smit. En nu ben ik weer bezig met Klem. Een serie is dat voor tv. Met Barry Atsma en Jacob Derwig. En vele anderen. Ja. Dus je hebt het razend druk. Ja. Oh, en Praat Nederlands met me een paar dagen geleden opgenomen. Ik vind het echt dat jij in zo'n ongelooflijk drukke tijd... je hebt jezelf ambassadeur willen laten maken. Dat vind ik echt dat we allemaal daar even een heel hard applaus voor kunnen Dina. Bedankt. Ja, applaus voor jullie zelf dat jullie hier zitten allemaal. Op een mooi begin van...
vind het echt een super fijn idee dat er zoveel. Dat, ja, ook nu om echt alle stoppers te zien. Ik heb met mijn zusje contact die nu ook stopt. En nog een heleboel andere mensen in appgroepjes die ook nu Stoptober meedoen. Maar dat is wel echt heel fijn eraan dat je weet, ik ben niet alleen. En dan vind ik het ook nu. Je kan bijna met iedere roker gewoon zo een gesprek. Want iedereen herkent alles. En dat is zo lekker. Dat is wel echt. Of ex-roker, niet-roker. Niet-roker is beter. Niet-roker. Ja. Ja, dus dat vind ik wel fijn. Fijn idee om dat allemaal samen te doen. Dus, en nou, we kunnen het, denk ik. Toch? Ja. Ja. Beetje eng. Beetje eng. We gaan. We gaan nu door met de lachmeditatie. Dus als iedereen kan gaan staan.